mensen van Weer en Zichzelf. Het is de tweede aflevering. Wat? Tweede? Nee. Tweede paasdag. Wat even door de dag. En we gaan dit nou alweer koekjes pakken. Koekjes zijn zo lekker. Dus ik denk, we gaan beginnen. Dit er, okay, dit erbij pakken. Oh, shit. Ja, er zijn wel een beetje van. Ging er niet aan. Ja. Jongens van BMXL, het is de tweede paasdag. En ik ga chocoladekoekjes vandaag maken. Ik vind het gewoon lekker. Mijn broer en mijn zus ook. Dus ik heb nou 40 milliliter water nodig. Ja. De rest komt dadelijk. Ga ik dadelijk zeggen. Weer 30 milliliter, kom op. Het duurde even. Nu ga ik even de doos openmaken. Wat zit er onder? Daar kun je dat even waar ik in zit. Ik kijk daar ook even weer. Moet dit ook nog erbij volgens mij? Ja, dit moet erbij. Je mag dit ook zelf pakken als je het van je moeder mag of je vader. Nat en vochtig. En dit plakt niet zo erg. Het wordt plakkerig.
de kneed. Het is de tweede keer dat ik dit maak. En ja, op de video zei ik, dit wordt heel lekker. Maar ik weet niet of het ook heel lekker wordt. Maar wie weet, wel lekker misschien. Nou, ik ben er weer. Ik ben nou stevig aan het kneden. Maar ik weet niet of het lukt in een bodemmaker. Ja. Lukt wel een beetje. Wat ga je maken? Chocoladecookies. Ja. En nu? Wat moet er nu mee gebeuren wat in de kom zit? Ja. Als het in een bol is, dan leg ik het. Ja, dan moet ik het hier opleggen. Oké. Dan ga ik met dit het eroverheen. Wat is dat? Een deegrol. En. Gaat wel soms mis. Ik probeer het soms vingers af te krijgen. Maar. Lukt wel een beetje. Ja, ik zet even de camera uit en dan zien jullie dadelijk hoe het eruit ziet. Ik heb hier nou, het is eigenlijk bijna gelukt met de bol te maken. Nu zeggen we het even. Dat is... Ik weet zelf dat het eigenlijk lukt, maar aan de andere kant denk ik, nee, lukt bijna niet. Laat eens zien dan, hoe ver je bent. Nou, dat is een best mooie bol. Ja, dat vind ik ook. Volgens mij heb je geen hulp nodig. Kijk de volgende video ook even. Als jullie deze hebben gezien helemaal, dan wil ik wel dat jullie de andere kijken. En ja, dan zijn jullie echt mijn held. Want ik wil heel graag ook een playbutton en geld. Want wij zijn eigenlijk, ja, arm. Een soort van arm, maar we krijgen wel
Ja. Yo mensen, ik ben er. De camera staat weer aan. En zo te zien, lukt het al een beetje. Ik heb hem mooi gekregen. En alles, van mijn vinger. En ja, daar moet ik hem 180 graden zetten. En 12 minuten. Weet ik niet wat de, ja, dan was het eigenlijk dan. Dan is het allemaal klaar. En met de bloem, tarmenbloem. En dan moet ik even hierop zetten en dan moet ik het daarop leggen en dan ga ik met de tegel zo eroverheen. Oké. Okay. Dan is het lekker plat. Nou, laat maar zien dan. Ja. Ik probeer het even zoveel mogelijk eraf te halen. Ja. Dat gaat niet werken met een handdoek hoor. Zet hem even uit. Zo, ik heb mijn handen even gewassen. Ja, nu moet ik het erop gooien. Ook dacht dat je eerst met die tarwebloem iets ging doen. Oh ja. Dank u, Daaf. De hele bord moet toch vol, hè? Ja, en er ligt ook een zeef, hè? Ja. En waar is die ook dan? En er moet... niet te veel zijn. Dat is wel genoeg hoor. Ja, nog een klein beetje. Waarvoor gebruik je dat? Tot het niet meer plakt. Oké. Okay. En nou moet ik het erop gooien. Ja, dit zit vast. Ja. Laat ik het even zo. Even een beetje drukken. En nou heb ik dit ding nodig. Waarvan is die... Oké. Okay. Waarvan is die gemaakt? Hè? Waarvan is die deegroller gemaakt? Steen. Zo. Dat is wel een goeie, denk ik. Dan doe ik het even zo, ook even zo. Oké. Okay. Plak het daar ook even neer. Aha. En dan kan ik het zo doen. Maar het moet zeker niet te dun worden. Ja, daar is hij al een beetje dun. Maar hier is hij dik. Volgens mij werkt hij wel fijn. Ja, hij werkt wel fijn. Dan doe ik het even zo. Oké. Okay. Dan kan die jeuk even weer. Dat zie je wel. En nou moet ik even vormpjes pakken. De mooie zachte vormpjes. Op het begin doe ik even een mooi hartje. Even mooi hè.
Volgens mij moet je hem omdraaien. De scherpe kant naar onder. Probeer hem eens zo andersom te gebruiken. Kijk of het makkelijker werkt. Wat? Alles. Ja, de scherpe kant naar onder. En hoe gaat dat? Beter. Zo, kijk hoe die eruit ziet. Nou, dat is wel echt een hartje, ja. Kijk, deze. Dat heeft. Ik heb weer zo doen. Zo. Zo, ik ben wel even benieuwd. Wat heb je nou? De vormpjes. Ik heb net een hartje gemaakt. Maar ik dacht, het moet even beter. Dus dan even groter, hè? Oké. Kijk er dan. Laat eens zien. Oh, moet ik even hier naartoe. Oh. Kan je er best veel maken? Hoeveel denk je dat het er worden? Weet ik veel. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik ga één hartje maken. Maar ik denk er veel. Zo, ik ben lekker aan het rondjes aan het maken. Ik moet deze soort doen, anders kan ik er niet veel maken. Want ik wil er wel graag veel maken. Ik ben voor bakken geboren, voor YouTube. Mijn droom was al 7 jaar. YouTuber horen en rijk worden. Dat is het. Maar eens als ik denk dat ik nu rijk word. Maar ik ben wel goed in rekenen. Ik ben even een beetje stil van de constellatie. Zo, je bent al ver gekomen. Ja. Ik moet het nou even opvouwen. Oké. Okay. Een beetje afvegen. Heb je ook al wat opgegeten? Ja, een beetje. Het duurt gewoon even tot ik alles bij elkaar heb. Dat plakt niet meer zo. Ja, dat bedoel ik. Dan plakt het niet meer. Chocola blijft zitten.
Laat maar zitten. Is niet erbij. Zo, deze was klaar. Dan kan ik nieuwe maken. Kijk, sommige worden even dun. Maar mij maakt dat niks uit. Als ze maar lekker smaken. Jongens, fijne Pasen. Geniet van je vakantie. Als jullie geen vakantie hebben, geniet ervan. Als jullie dan wel vakantie hebben. Je mag het nadoen, alles. Maar het enigste, soms kan, ja, eigenlijk kan ik geen videospelletje spelen. Ja, sorry. Maar ik vind het wel leuk dat ik jullie kijken. Moet ik wel toegeven. Ja. Ik laat jullie dadelijk zien hoe de koekjes zijn. Uiteraard zien. En hoe ze er zijn. Ik ga dadelijk dit ook smikkelen. Later. Laatste beetje ga ik lekker opeten. Dus dat is lekker. Dat is serieus lekker. Nou, eet smakelijk. Nou, we staan nu even bij de oven. We gaan het voorbewarmen. Zodra en hier moet je op, hè? Nee. Hij stond al op de goede stand. 175. En nu moet je me nog even aanzetten. Wie zei dat? Ik zei 175. Ja, hartstikke goed. We gaan de oven aan het voorwarmen. We gaan ondertussen bakwater erop in en koekjes. Een klein hartje op de tussen. Ik denk dat dit niet gaat passen. Ook zit hier okay. Een tip. In de hoekjes beginnen. Want anders gaat de dingen omhoog. Bakpapier. Ja, nou werkt het even niet. Okay. Nou is het te zwaar.
En als je al de ruitjes af hebt, dan ga je in het midden te doen. Dat is ook nog een tip. Want als je nog wat over hebt, dan kan je dat doen. Dat is altijd... Nou, ik heb gehoord, de oven is al klaar. Maar het duurt nog even. Zo, dit is de laatste koek. Ik hou van je koek, maar je moet dood. Zo, je hebt het al gehoord. Het is klaar. Zo is het tijd om het in de oven te zetten. Ja. Hoeveel graden? De saus zat al goed. Zat? Even nog de minuten instellen. Dus? Ja. Ja, ze zijn wel lekker. Oké. Okay. Dus ik kan het weer doorlaten. Nee! 5, 4, 3, 2, 1. Zeg zo. Kan ik er. Even kijken hoe ze zijn geworden. Wat? Zo, dat zijn er best veel. Zal ik ze even tellen? Ja, tel ze even. 1, 2. Hoeveel zijn het er? 30. Zo. Meer dan 30. Maken en dat ga ik nou proberen bij deze koekje. Zijn zacht. Ik kan andere pakken. Zijn zacht. Zijn allemaal zacht. Ja, omdat ze nog warm zijn, toch? En dan laat ik ze eerst afkoelen. Oké. Okay.